Hey allemaal, hier ben ik weer met een nieuwe bemoediging voor de komende weken. Ik hoop dat het goed met jullie gaat en ik hoop dat jullie echt bemoedigd zullen worden door datgene dat ik met jullie ga delen vandaag. Ik heb in de afgelopen periode samen met Mirai heb ik online de Honest-titel gevolgd. Iets wat ik heel erg wil aanraden bij jullie. Dit is een tool die Jonathan en Melissa Helster hebben neergezet eigenlijk om dieper tot de kern van je hart te komen. En ik wil allereerst het van harte aanraden om... Je kan het vinden op cagelessbird.com. En daar wil ik jullie echt toe aanraden. Maar ik wil eigenlijk in het kort ook even samenvatten voor jullie wat wij daaruit hebben geleerd. Omdat ik echt het gevoel heb dat het hele essentiële sleutels meegeeft, zeg maar, hoe je om mag gaan met bepaalde situaties. En wat je vaak ziet, dat de dingen je overkomen in het leven. En dat je op een bepaalde manier erop reageert. Waarvan je eigenlijk denkt van, nou, is dit nou wel goed? En vervolgens ga je God zoeken. En kom je eigenlijk weer op zo'n piek terecht. En vervolgens dan merk je dat het weer naar beneden daalt. En dan ga je weer naar die piek en dan gaan we naar beneden. Maar hoe kan je nou zelf die bron vinden? En niet elke keer naar die top van de berg gaan, dan weer naar beneden en dan weer naar de top van de berg. Nou, daar komt het eigenlijk op neer. En in leidend een stukje uit Psalm 139, vanaf vers 23 en 24. En daar staat, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Nou, daar staan eigenlijk vier stappen in, eigenlijk als je dat stukje uit Psalm 139 leest. En in eerste instantie staat er, doorgrond mij en ken mijn hart, God. Oftewel, doorzoek mij, van wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand, Heer? En beproef mij en ken mijn gedachten. Oftewel, lucht je hart naar God uit en zie of er bij mij een schadelijke weg is. Wat zijn de dingen die dan op dat moment schadelijk zijn? En leid mij op die eeuwige weg. Nou ja, dat is uiteindelijk waar we naartoe willen. En als je dat onderverdeelt in vier stappen. Wat ik zelf heb gedaan is dat ik voor mezelf een situatie nam waarin ik dacht van, oh, hier gaat volgens mij iets niet helemaal goed. Hier heb ik op een bepaalde manier gereageerd. Dat kan bijvoorbeeld zijn doordat er iets in me werd getriggerd. Doordat misschien dat ik een gesprek had bijvoorbeeld hier thuis met Mirai. En dat zij iets aangaf en dat het compleet uit de hand liep. En neem eens voor jezelf zo'n situatie voor je. En vraag op dat moment, en dat is eigenlijk stap 1, van wat is hier aan de hand? Vraag eens aan de Heilige Geest van, ja, wat is hier aan de hand, Heilige Geest? Wat gebeurt er? En geef jezelf daar maar aan over van ja, Heere God, ik wil dit ook niet alleen doen. Deze pijn die ik hier voel, ik wil het niet alleen doen. Maar wat is er nou precies aan de hand? Wat gebeurde er nou met me? Nou, schrijf dat in eerste instantie eens op. Dan komt de volgende stap, en dat is eigenlijk stap 2. En dat is van get honest, van wees eerlijk. En nou, neem maar gewoon bijvoorbeeld een papiertje en zeg maar wat er eigenlijk gebeurde. Schrijf nou eens al die gedachten, wat dat met je doet. Schrijf dat nou eens op. En zie het niet als een soort van test of een soort van performance naar God toe. Van je moet een bepaald mooi ding schrijven. Nee, je mag echt zo eerlijk mogelijk als dat je wilt zijn, mag je dat gewoon naar God toe uitschrijven. En hou je daar niet in. Dus ook je frustraties misschien wel naar God toe. Of wat het met je doet. Of wat je over jezelf denkt. Dat mag van alles zijn. Dus nou, schrijf dat eens op. En dat is eigenlijk stap 2. Nou, dan komen we vervolgens uit bij stap 3. En dat is reflecteer. Dus je hebt net, als het goed is, ben je zo eerlijk mogelijk geweest naar God toe. En je hebt alles opgeschreven wat je eigenlijk dwars zit, waardoor het komt dat je in bepaalde situaties zo hebt gereageerd. En stap 3 is om eigenlijk eens dat hardop te gaan teruglezen, wat je zojuist hebt opgeschreven. En reflecteer dan op jezelf. Maar het is hier dus wel in belangrijk dat, om te reflecteren dat je dus in stap 2 wel echt eerlijk bent geweest. En in deze volgende stap ga je dus ook de leugens identificeren. Dus als je goed leest, dan zal je waarschijnlijk een aantal dingen lezen waarvan je vaak ziet staan van ik ben, of ik voel, of ik denk. Dat zijn eigenlijk dingen waarin je de leugen vaak al kan gaan herkennen. En gezegd is zo, if you own them, you can make a change. Dus als je uiteindelijk de leugen hebt gezien, dan kan je daar ook een verandering in gaan brengen. En onderstreep die dingen maar eens. Heere God, ik ben bijvoorbeeld enorm gefrustreerd over u, of ik voel me waardeloos, of ik voel me niet goed genoeg, of ik voel me... Nou, dat zijn eigenlijk allemaal van die leugens, van onderstreep die eens en schrijf dat maar op, gewoon bij stap 3. Schrijf die dingen nog maar eens extra op.
Nou, dan komen we uiteindelijk, als je dat hebt gedaan, komen we uiteindelijk uit bij stap 4. En dat is listen en exchange. En het mooie daarin is dat, dat we heel vaak inderdaad wel goed kunnen benoemen van wat we in stap 3 doen, maar durven we het ook echt maar uit te ruilen. En durven we het echt aan God te geven en te zeggen van Heere God, wat ik hier over mezelf uitspreek of wat de gedachten die ik heb, die wissel ik uit. En die wil ik inwisselen eigenlijk voor uw waarheid. En want daar gaat het eigenlijk om. En in stap 4 mag je dus gewoon, pak maar gewoon weer een leeg blaadje. En luister maar gewoon wat God over je wilt zeggen. En dus je gaat gewoon stilzitten en zeg maar, God, wat wilt u nou over deze leugens die ik zojuist heb opgeschreven? Wat wilt u daarover zeggen? Nou, ga dat maar opschrijven. En je zal zien dat eigenlijk op dat moment, zeg maar, de leugens die in stap 3 zijn, dat die ingewisseld gaan worden voor de waarheden van God in stap 4. En nou ja, dan staat er ook bijvoorbeeld in Matteüs 4, vers 4, staat er ook van, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. En dat is het, elk woord dat uit de mond van God komt. Dus die leugen die wordt eigenlijk weggedaan door het woord dat uit de mond van God komt. En nou ja, vervolgens zal je zien dat dat uiteindelijk enorme vrucht gaat dragen als je continu zeg maar bij dit soort dingen die je meemaakt in het leven en misschien op een manier reageert waar je van denkt van nou, dat is echt niet oké. Of ik raak er zo gefrustreerd van dat uiteindelijk die leugen gewisseld zal worden voor de waarheid van God. En nou ja, mocht je daar, ik hoop dat jullie er echt met praktisch aan de slag gaan, want ik merk dat bij mezelf dat het echt enorm helpt om gewoon dingen op te schrijven daarin en de leugen te identificeren en het in te wisselen voor die waarheid. En daar wil ik jullie echt mee bemoedigen. Mocht je nog meer informatie erover willen of over willen nadenken van nou, hoe gaat het dan? Neem even contact met me op of met Mirai. Maar ja, je kan ook nog eventueel naar de website gaan van cagelessbird.com, zo moet ik het goed zeggen. En dan kan je zelf ook de cursus kopen uiteindelijk en dat gaan doen. Maar ik wilde dit wel even met jullie delen, omdat ik echt het gevoel heb dat het een hele kostbare en waardevolle toevoeging is. En ik hoop dat jullie er ook echt door bemoedigd zijn. In ieder geval heel veel zegen en hopelijk spreken we elkaar snel weer. Doei doei!